Goedendag. Ja, vandaag trokken er wel wat buien over het land. Was ook vaak veel bewolking, maar ik heb toch voor deze foto gekozen. Want we zien hier aan de horizon meer zonlicht. En het ziet ernaar uit dat de komende periode het weerbeeld ook echt wel beter gaat worden. Die verbetering die zet zich in vanaf het weekeinde. In deze 10 dagen gaan we maar eens even kijken hoe zich dat allemaal gaat ontwikkelen. Want eerst hebben we nog wel even te maken met wat wisselvalligheid. Als ik de animatie in beweging zet, zien we hier ook een storing over de zuidelijke helft van het land trekken op vrijdag, die brengt nog wel wat regen, maar vanaf zaterdag heel duidelijk de opbouw van een hoge drukgebied. En zondag ligt de kern van het hoge drukgebied boven de Noordzee. Het is een krachtig hoge drukgebied en dat zorgt voor een oostelijke stroming. En het ziet ernaar uit dat het hoge drukgebied even stand houdt. En wat weten we van hoge drukgebieden? Die zorgen voor rustig weer en in deze tijd van het jaar toch ook wel voor flinke zonnige perioden. Een oostelijke stroming blijft er ook begin volgende week. En dat betekent dat de temperaturen heel aardig gaan oplopen. En dat er flink wat zon is. En bovenal dat het ook vrijwel in heel het land droog zal blijven vanaf het weekeinde. Donderdag is dat nog niet het geval. Morgen dan kunnen er nog wel enkele buien vallen. Bij temperaturen zo rond de 19 graden. Er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Gaan we dan wat verder kijken, dan is vrijdag echt wel een wat mindere dag. Met temperaturen rond 20 graden is er veel bewolking en kan er ook af en toe wat regen vallen. Maar zaterdag en ook zondag ziet het er prima uit met temperaturen die oplopen naar zo'n 22 tot 23 graden. En voor zondag geldt eigenlijk hetzelfde. In het zuiden kan het dan al wat warmer gaan worden. Het blijft droog en de wind die is door dat hoge drukgebied gedraaid naar een oostelijke richting. Laten we dan ook maar eens even naar de pluim gaan kijken. Want wat zien we? Vanaf het weekeinde dus die temperaturen die hoger gaan uitkomen. En voor het midden van het land houden we dat gewoon vast. Er zit zelfs wat marge nog naar hogere temperaturen. Echt wat warmer weer. Misschien zelfs wel zomerse warmte. Dat is zeker niet uitgesloten. Het weerbeeld erbij, dat is echt wel zonnig. Hier kunnen we dat mooi zien. Schaduwgevende bewolking is er begin volgende week en eigenlijk ook al op zondag nauwelijks. En dat betekent dat we kunnen genieten van flinke zonnige perioden. Aan het begin van de pluim zien we op donderdag en vrijdag wel duidelijk nog veel grijs. Dat betekent dat dan de bewolking zal overheersen. En hoe zit het dan met de neerslag? Nou, dat kunnen we ook mooi laten zien. Donderdag en vrijdag heel duidelijk een grote neerslagkans. In het weekeinde is dat al een stuk minder. En volgende week blijft die kans op neerslag eigenlijk heel klein. Misschien dat er eens een keer een enkele bui overtrekt, maar dat stelt niet veel voor. Kijken we ook nog even naar het zuiden van het land, want dan zien we heel duidelijk de kans op zomerse temperaturen gaan toenemen. Dat betekent 25 graden. Vanaf maandag, dinsdag zitten we op zo'n 50% kans dat daar de temperatuur rond de 25 graden zal zijn. In het noorden van het land zal dat minder hoog zijn, maar ook daar is het prima weer. Nog fijne dag.